Yo mensen, ook een nieuwe video. Vandaag spelen we natuurlijk weer City Skylines. En ja, je ziet mijn stad. Ik heb heel mooi. Ik had je natuurlijk iets beloofd over de heatpipes of zoiets. Ja, de heatpipes. Helaas heb ik dat niet voor elkaar gekregen om te doen. Want ik moest een of andere DLC hebben of zo. Die dat blijkbaar niet werkte of wat dan ook. Dus ik heb dat niet kunnen doen. Maar wat we wel gaan doen is even meer industrie bouwen. De vuilnisding oplossen, want dat is een beetje een irritant iets. En ziekenhuizen. Dus ik plaats hier even een ziekenhuis. Huis, hier zo, hoppa. Nee, hier. Oké. Hier is allemaal van die vuilnisdingen, dat doen we allemaal hier. Heb ik even net even gefixt om er daar neer te zetten. Zo, even allemaal daar neer. Het is wel een enorme file, ik moet... Wow. Dat is een huge ass file. Oké, dat moet ik even gaan fixen. Die file moet... Oké, spatie. B. En dan wegslopen. Oké, er gaat hier een weg. Zo. Die gaat dan ondergronds. Die gaat dan... Die connect dan met... Die gaat dan helemaal daarheen. Dus naar de, hoe heet dat? De ding waar alle machines staan. Moet hier omhoog. Hier en dan hier aangesloten zijn. Dan moet ik hier eventjes kijken of ik het allemaal weg kan krijgen. Wat is die weg nou? Dat was deze weg toch? Ja. Deze weg moet allemaal weg. Oké, dan moet eventjes deze natuurlijk een weggetje krijgen. Ja, oké. Okay, als het goed is, moeten nu al die vuilniswagentjes omkeren en dan terugrijden de tunnel in. Tenminste, als dat even snel gaat. Gaan ze allemaal erin? Nee, ze staan hier allemaal stil op een of andere kruispunt of zo met allemaal wagentjes. Oké. Okay. Doen we eventjes die upgraden naar een... Ja, dat gaat even heel wat mensen kosten, maar ja, fuck it. Oh nee, wat de boot. Nee. Zo. Oeh. Die is zo met ze van mijn hoofd af. Oké, die weg is geüpgrade. Ik hoop dat het beter gaat. In ieder geval, deze moet even allemaal. Oké, er moeten meer wegen komen voor de vuilnis. Zo, oké. Ik ga even een hele weg helemaal tunneltje maken. Als dat even kan. Ja, helemaal tunnel maken naar hier. Oké. Doen we nog één ding. Ik ga eventjes de industrie uitbreiden. Want dat is een beetje een bende aan het worden ondertussen. Ik ga even één baans weg hebben. Hoe lang doen we die? Dat doen we gewoon weinig lang. Gewoon tot met water doen we die alvast. En dan doen we hier zo'n eenbaansweggetje. Van vier lang. En dan doen we dat eventjes allemaal met zo'n eenbaansweg. Want als ik niet weet waar die zit. Ja. Zo. Zit hier een spoor. Ik kan de spoor niet even heel even voor een momentje weg even halen. Kan ik het even afmaken. En dan doe het spoor. Doe even ondergronds. Dat kan. Ja, dat kan. Wacht, doe we gewoon letterlijk heel het spoor vanaf hier. Tot aan daar. Zo. Oké, dan doen we het spoor zo en dan doen we hier aansluiten. Ja, dan doen we dit. Dit weg. Oké, dat is gefixt. Mooi. Gefixt met six of zo, hoe je het ook zegt. Oké, doen we hier een weggetje.
dat we hier... ja... Zo... Tuurlijk, zoals ik altijd doe, dit even in speed mode. Dus ik ga een kleine timelapse zien met bijvoorbeeld muziek eronder. Zeggen, veel, ja, kijk plezier. Zo, we zijn klaar met, ja, met het uitbreiden van de industrieterrein. We gooien wat water neer. Die kunnen we in principe hier laten bouwen. Die gaat waarschijnlijk een heel drukke weg worden, want het is allemaal industrie. En dat, ja, dat is gewoon, wordt gewoon druk. En dat is altijd gewoon druk. Dan doen we gewoon hier weg, hier water, hier. Zo. En dan planten we, doen we rechtsboven. Rats. Nee, wacht. Wacht. Doe even mooi. Zo. Jullie zien me zo weer terug. Dit is eventjes een timeverschil. Want ik ga eventjes even eten. En ondertussen is het, is er iets aan de hand met het afval. Of zo. Waardoor ik in deze 5000 mis heb gelopen. Wat is er dan mis? Oh, wacht. Nee, dat is het niet. Waarschijnlijk omdat dit, deze weg niet goed geconnect zit. Doe ik even een gek weggetje aanleggen. Doe zo. Zo. Nou. Doen we ook hier eventjes een weg. Doe we overal een weggetje aanleggen voor. Dan doen we hier politie aan gooien. Nou, je ziet even tijdverschilletje. Straks ben ik weer. Zo mensen, daar zijn we weer. Weer terug. Ik heb even gegeten. We hebben nu een klein probleempje, want de carbon is piling up. En heel veel mensen vertrekken. Gelukkig is dat een beetje beter aan het worden. Want het was gewoon een probleem met de carbon. En dat is gewoon nu aan het fixen. Want daar is super veel te investeren. Toch? Ja. Ja, we hebben alles op het hoog staan. Eigenlijk geen goed teken, want dan komen de... Zo veel van die autootjes. Dat is gewoon niet normaal. Maar ik probeer nu dus een beetje in orde te krijgen dat niet iedereen piling up heeft. Ik kijk of het nu een beetje goed gaat met... Iemand, het gaat perfect. Oké, dat is mooi. Oké. Moeten we even wat wegen maken nog voor de andere kant van de stad. Want dat probleem hebben we nu, dat we dat niet kunnen. Doen we zo. Maar zoals jullie hadden gezien, ik heb dit eventjes afgemaakt. Ik heb de verkeerde dingen zo te zien ingedaan, dus dat moet ik eventjes fixen. Zo, dat moeten we even zo doen. Dan moeten we eventjes in plaats van dit te doen, moeten we dit doen. Wow, ik heb gewoon -800. Jezus, tering, ik heb echt gewoon... Kom op, haal het allemaal op dan, met die file Amerikaan hier zo. Oké, Swiss traffic lights, rijden. Gas met die henkenboe. Gas voor die mensen, want ik wil... Ja, oké, ik kan nu ondertussen dat er een beetje mensen aan het weg gaan zijn. Kan ik ondertussen eventjes hier in plaats van dit doen, winkels in plaatsen. Omdat dus iedereen aan het weggaan is, in plaats van hier nog eventjes wat van die dingen.
Ik weet dat ze er niet gelukkig van, maar het is omdat ja, een klein probleempje hebben met het, ja, garbage enzovoort. Dat we dat even moeten fixen. Want er gaan hier wel heel veel mensen weg. Al 10.000. Oh. Omdat we dat stomme stroom niet hadden gedaan. Echt gewoon, oh. Het is ook weer een ravage dit, maar ja, maar niet uit. Oké, ondertussen, voor het gefixt ga ik eventjes verder met het hele ding uitbreiden natuurlijk. Dat gaan we gewoon doen, ook al gaan er heel veel mensen weg, maar dan maakt echt niet nu eventjes helemaal niks uit. In ieder geval, eventjes iets anders als de andere keren. Beginnen we hier. Zo. Mooi lijntje eromheen. Oké, hier gaat een fout. Omdat er een rechte lijn zit, doen we gewoon zo. Dan doen we weer deze. En dan word ik gewhatsappt, maar dat maakt even niet heel veel niet uit. Oké, dit gaan we dus even helemaal afmaken. Dit, dus dan moeten we even hier nog een lijn aan hebben zitten. Zo. Zo. Hoppa, een beetje. Dit is eigenlijk een beetje de villa wijken. Hoe je het zegt. Ja, hoe je het zegt, ja. Lekker verwoording. Oké. Ja, ik vind het wel mooi eigenlijk. Nu is er water. Dat is er nog niet. Dat gaan we nu fixen. Ondertussen is er weer 400 plus. Helemaal dikke prima. Dus de money's komen. Nou, de money's komen niet meer buiten, dat is al minstens 56.000. Maar dat maakt helemaal niet uit. We proberen zo groot mogelijk stad te bouwen. Dat zijn we natuurlijk mee bezig. Hier ga ik natuurlijk. Dit ga ik helemaal volbouwen met. Ja. Met de normale huizen. Zo, helemaal tot en met hier. En dan komen hier aan de overkant komen weer van die rijhuizen. Ik vind het eigenlijk even heel lelijk. Dat ga ik even weghalen. Zo. Even weghalen. Mooi. Oké. Hier kunnen we eigenlijk ook gewoon zo'n zone maken van. Hier kunnen we het eiland de Rijken Tatas maken. Oké. Eiland de Rijken Tatatjes. Plakken we zo, zo. Dus met allemaal een eigen centrale van stroom. Al dat soort shit. Oké, moet even mooi doen. Oké, doen we zo. Oké, doen we een klein weggetje zo. Ja. Ja, oké. Dit vind ik helemaal perfect. Nu hebben we in ieder geval een rondje eromheen. Nu gaan we allemaal, ja, weggetjes zo doen. Je moet eigenlijk iets nieuws aan de game toevoegen. Dat je gewoon een grote, echt high buildings, net zoals in New York en zo. En ik zeg, tot nu heb je dit soort dingen. Dus die grote huizen. Maar dat, ja, mag toch wel iets groter, vind ik. Dus, ja. We moeten natuurlijk een beetje ruimte hebben, want de tuinen moeten natuurlijk groot zijn. Dus we moeten eventjes een beetje daarop letten. Dus hier moeten we bijvoorbeeld een klein stukje doen. Dan hier weer een klein stukje. Hier weer. Hier. We moeten even de hele weg vullen. Dus we moeten hier nog een klein beetje piesmuizig iets. Ja, hier. Zo. 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 Ja. Oké, mooi, perfect. Ja, perfect. Perfect. Ja, mooi. Zo, zo. Ja, dat is wel helemaal prima, joh. Oké, hier dan. Hier gaan we
een park bouwen. Dus dan doen we hier een parkje. Ja. Het wordt lekker een lange aflevering dit. Dus dat maakt maar niet uit. Oké. Okay. Dan gaan we eerst een zoning op knallen. We hebben gewoon een food district daar gewoon van. Fuck dat, die food district. Zo. Oké, dit vind ik eigenlijk wel prima gedaan. Zo. Oké, dan kunnen wij op onze district, konden wij... Ja, hoe doen we dat ook weer? Hoe doen wij ook dat? Ja, nee. Ja, hier. City planning. Big buses, high tech housing. Taxations, tax... tax for high density... Oké. Ik had ook een hoofdsnelweg, hoe je het ook wilt noemen. Die gaan we vanaf hier bouwen. Zo wordt dit. Een klein bruggetje. Oké. Ik heb natuurlijk ook eigen power ding. Dus eigen, hoe heet dat, powercentrale. Dat gaan we met windmolens doen. Ook al geeft het echt heel veel geluid, maar helemaal niet uit. Kijk, dus als hun stroom uitvalt, hebben ze hier een, ja, soort van stroomding. Oké. Gooi weer de zoning erop. Hoppa. Wordt lekker eigenlijk... Kan er lekker voorgebouwd kan er worden. Oké, dan gaan we hier een parkje maken. Doe gewoon heel simpel. Hier een soort van... Kijk, hebben die ergens die weggetjes. Dus dit, ja, dat is dit wel. Doe eigenlijk een kruis. En daarin doen we allemaal gekke speeldingen, tuinen. We hebben zoiets. Ja, we hebben hier allemaal speeltuinen, allemaal kleine random dingen inzetten. Ja. We hebben nog veel meer natuurlijk. We gaan een beetje mee spelen, dus een beetje neerzetten, random. En dan gaan we een bos erin doen. Dus doen we gewoon bomen en doen we... Dan doen we gewoon allemaal aparte boompjes erin. Een beetje strengt hoog, dus dan een beetje zo. Dan doen we hier strengt laag en doen we hier zo. Beetje wegwerken. Zo. Hoppa, ja, dat is mooi. En nog natuurlijk een beetje iets meer hier doen. Ja. Ja, ik kom eraan. Oké, we hebben een mooi parkje. Dan zien we natuurlijk gelijk een belasting van, ja, dit is allemaal niet goed. Ja, dat fixen we wel. Zo. Inmiddels is de hele stad weer voorgebouwd, zo te zien. Dat is helemaal prima. Helemaal dikke prima. Maar natuurlijk, deze moet ook allemaal shops hebben. Dat was ik even vergeten om te doen. Dus dan... Zo, ja, prima, prima, prima. Eigen shopline. Het is eigenlijk een soort van eiland. Dus moeten we, als jullie een naam willen bedenken voor dit stukje district, dan kan altijd, we noemen het nu even de Island, soort van. We gaan de Island noemen, oké. De Eastland. Zo. Oké. We hebben nu een probleem, een heel groot probleem. De jeugd wordt al voorgebouwd. Het is helemaal prima. Hier ook. In de volgende aflevering gaan we kijken hoe we het probleem kunnen oplossen voor dit grote, dit probleem met not and not good to sell. Ik ben in de volgende aflevering te zeggen. Dan vergeet deze aflevering, vond je deze aflevering super leuk. Dan natuurlijk een duimpje omhoog.
Vind je wat minder? Nou, doe gewoon niks. Misschien een reactie achter je of zo. Leuks. Iets leuks of zo. En ze zeggen tot de volgende keer.